Hey, hallo en welkom. Vandaag gaan we dus na het unboxen van de Balling Light Set van Fauna Marine, gaan we nu eens kijken hoe we deze producten moeten gaan mixen. Hebben jullie de unboxing niet gezien? Dan zal ik hier een linkje plaatsen en dan kunnen jullie daar weer gaan kijken. Nu, deze video ga ik niet in het Engels maken, want ik heb natuurlijk maar één Balling Light Set en het is toch wel leuk dat iedereen mee kan kijken wat ik doe. En daarom zorg ik dat ook op deze video Engelse ondertiteling verkrijgbaar is. Nu, het eerste dat we gaan mixen is calcium. En wat gaan we eigenlijk allemaal nodig hebben om te gaan mixen? Ik heb een 5 liter maatbeker gekocht. Deze maatbeker kost echt niet veel geld. Je kan online vinden of in een gewone supermarkt vaak, of maakt niet uit waar. Een goedkope doorschijnende maatbeker. Deze ga ik nog veel vaker moeten gebruiken in de toekomst. Dus altijd handig voor in huis te hebben. Nu heb ik nog een kleine maatbeker om bij te vullen. En je hebt natuurlijk nog iets nodig om te roeren. Dus als we eraan gaan beginnen, als je op deze container kijkt, op de sticker van de calcium, zorg dus dat je alles hebt voor calcium. Op de sticker staat ook opgeschreven dat je de 2 kilogram calcium in 3 liter water, osmosewater, moet gaan mixen. Ook staat erbij of je hier iets van de spoorelementen, de trace elementen, moet bij gaan voegen. Hier staat dus op 25 milliliter van trace elements 1 en 25 milliliter van trace elements 2. Dat heb ik al voorbereid in kopjes. Daar staan ook milliliters op, dus in ieder zit 25 milliliter. Heel belangrijk wel, ga online naar faunamarine.de. En daar kan je de handleiding ook downloaden over de Fauna Marine Balling Light Set. Download de handleiding, daar staat alles in, ook hoe je het moet mixen, waar je op moet letten. Daarin lees je ook dat het tijdens het mixen van de calcium, dat het redelijk warm kan worden. Dus daar moeten we dus voorzichtig mee gaan zijn. Ook belangrijk is altijd eerst water en daar je zouten aan toevoegen. Niet andersom. Niet eerst zout en dan water toevoegen. Dus 3 liter osmosewater. Dan nemen we het calcium. Die gaan we er voorzichtig aan toevoegen. 2 kilogram. Zit er in de pot. Voilà, alles erin. Je ziet het zelfs roken. Ik weet niet of je het op de camera kan zien, maar er komt dus effectief rook af. En er wordt redelijk warm, ja. Dus we gaan dit goed roeren. Hopelijk smelt mijn lepel niet. Ja, dat wordt echt redelijk warm.
misschien toch opteren voor een glazen stolp of maatbeker. Maar ik ga ervan uit dat deze er wel tegen kan. Goed roeren. Zo, dan doen we eerst even nummertje 1 erbij, 25 milliliter, hoppa. Nog wat roeren, oef, het is echt wel warm hoor. Heel belangrijk dat je goed mixt. Het is ook wel handig zo'n maatbeker, zo'n grote, want als je dat hierin moet gaan mixen, dat is niet zo handig natuurlijk, hè? Om het water erin en dan poeder erin. Met vloeibare product is dat misschien nog makkelijker dat je als je er een trechter op kan zetten. Trace element 2. Hop. En die gaan we dan nog eens roeren. Nu, wat je ook leest in de handleiding, is dat wanneer je de producten dus mixt, dat het water van kleur kan veranderen natuurlijk. En zelfs staat erin dat hoe langer de container staat, dan kan het zelfs meer verkleuren. Maar dit is helemaal niet erg, dit is normaal. Zo. Het ziet er al redelijk gemixt uit. Ik kan er even een handdoek bij nemen. Dan ga ik de container nemen. En dan gaan we dat er voorzichtig in gieten. Zorg ook dat je de containertjes een keer uitspoelt met osmosewater. Je weet nooit wat er kan inzitten. De doppen zijn voorgeboord. Misschien zit er een stukje van de dop in de container. Zo, alles zit erin. En dan wordt er gezegd om de container tot aan de rand te vullen.
staat duidelijk in de handleiding bij dat dit dan meer dan 5 liter is en dat daar rekening mee gehouden is. Ik kan een goede liter bij, denk ik. Ja, dat is een goede liter. Even wat afdrogen. Zo, doen we de dop erop. En dan kunnen we voorzichtig nog eens wat roeren. Dat het goed gemixt is. Voilà, dat was de eerste. Ons calcium, lekker warm, handig voor in de winter mee te nemen naar buiten. Op naar de volgende. Zo, de volgende is onze magnesium. Nu, bij magnesium gaan we niets anders toevoegen dan enkel de magnesium. Dus we nemen weer onze maatbeker, het is dezelfde, dus ik heb hem goed gereinigd. We nemen onze maatbeker weer met 3 liter osmosewater. Dan nemen we het magnesium. Voorzichtig dat we niet alles ondersplatsen. Zo, alles leeg. Altijd goed zien ook dat je de producten geen stof of eenders wat in je ogen krijgt. En dan gaan we weer roeren. Magnesium die wordt niet warm. En dan stevig roeren, daarna weer hetzelfde als daarnet. Je kan ook hier al wat water bijvullen en roeren, maar ik vul het hierin, dan nog bijvullen met osmosewater tot aan de bovenkant. En dan kunnen we overgaan naar de volgende. Zo, en dan de laatste, onze carbonate mix. Dus om onze alkaliniteit op peil te houden. En voor deze hebben we wat extra's nodig. Een weegschaal. Ik heb een digitaal. En we hebben dus ook weer al
onze 3 liter osmosewater. Ook hier staat op wat te doseren. En hier komt dus ook 25 milliliter van de fles nummer 3, Trace Elements nummer 3 in. Nu, van de carbonaatmix hebben we 500 gram nodig. Het is een bus van 2 kilo, dus hier kunnen we een paar keer van maken. Daarom ook mensen die zich afvragen, omdat de andere busjes, Trace Elements, niet volledig gebruikt worden. Je kan de potten, calcium en magnesium ook apart kopen. Dus hoef je enkel die potten maar opnieuw te kopen. En de Trace Elements kan je gebruiken tot ze leeg zijn. Deze gaan we dus een paar keer kunnen gebruiken. Even de weegschaal aanzetten. Voilà. Er zitten wat brokken in. Vijfhonderd moeten we hebben. We zijn er bijna. Come on. Checken, shake it, shake it, shake it. Shake it, baby, shake it. Yes! 500 gram. Voilà. Die mag ook aan de kant even. Dus, die smijten we erin. Is dat. En dan beginnen we te roeren. Het is belangrijk dat je hiervoor lauw water gebruikt. Niet te koud. Om een goede oplossing te krijgen. Nu in de handleiding staat dat er altijd een beetje een residu van onopgelost poeder zal naar de bodem zakken. Dit is heel normaal, schrijft ze erbij. En ik kan helemaal geen kwaad of maakt geen verschil in de oplossing. Maar het is dus wel belangrijk om deze heel goed te mixen. Mixen. Dus, waar is mijn potje? Onze 25 milliliter erbij van fles nummer 3. En dan gaan we nog mixen. Mixen, mixen, mixen.
kleurtje. Nat. Ik heb wel het gevoel dat deze wel een beetje duurt om te mixen. De andere ging redelijk snel. Maar ik wou zeker zijn dat ik een goede mix had. En dat er niet te veel bleef hangen. Er zit toch wel een beetje in de bodem. Dus dat was dat. Zo, nu hebben we dus al onze drie mixen. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden aan deze video. Ga zeker op de website kijken van Fauna Marine. En daar is een sectie in het menuutje waar staat handleidingen. En daar kan je de handleiding downloaden over de Balling Light Set. Daar kan je dus echt in zien hoe je alles moet mixen. Daar staan nog wat tips bij. En dan ook de Aqua Calculator gaat je er enorm bij helpen. Ik heb de app al eens bekeken, maar die gaan we houden voor in de volgende video. Want ja, anders wordt dit wel een heel lange video en het is toch redelijk uitgebreid. Het is zelf even zoeken hoe het werkt, maar op het laatste wijst alles zichzelf uit. Nu, nogmaals bedankt om te kijken. En als jullie nieuw zijn op het kanaal, vergeet niet te liken en te abonneren. En ik hoop jullie gauw snel weer te zien. Bye bye.